Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Een tijdje geleden had ik jullie op Instagram de vraag gesteld of jullie bepaalde voedingsclaims kenden waarvan jullie graag willen weten of het waar is of niet. En dan heb ik heel wat interessante dingen binnengekregen, dus in deze video ga ik daar een antwoord op geven. Ik ga er mijn gsm bij halen om de vragen nog eens te bekijken, maar ik zal ze hier ook op het scherm laten zien. De eerste vraag, claims rond waarom altijd koolhydraten weggelaten tijdens dieet en eiwitten verhogen. Nu, die claim klopt niet volledig. Nu, je hebt wel een focus op eiwitten, puur omdat die eigenlijk ervoor zorgen dat we langer verzadigd zijn. Eén ding dat ik wel heel graag de wereld ook uit wil werken is, niemand heeft een eiwittekort. Dat komt eigenlijk, ik denk, bij minder dan 1% van de Belgische bevolking voor. Dus dat is echt gewoon... Ja, maak je geen zorgen. In principe heb je sowieso wel genoeg eiwitten. Wat er wel heel vaak gebeurt, is dat we binnen ons voedingspatroon onze eiwitten doorheen de dag niet juist verdelen. En bijvoorbeeld op een bepaald moment heel veel eiwitten eten en op andere eetmomenten bijvoorbeeld veel te weinig. Dat de koolhydraten ook verlaagd worden, dat klopt eigenlijk niet. Omdat, koolhydraten, ik heb daar al eens een video over gemaakt. Je hebt eigenlijk twee grote groepen. Je hebt de snelle en de trage koolhydraten. En de koolhydraten die je binnen een dieet eigenlijk heel vaak gaat schrappen, dat zijn de snelle koolhydraten. Dat is eigenlijk alles van geraffineerde producten, omdat die veel te snel verteerd worden en opgeslagen worden als vetten. Maar de trage koolhydraten die je uit groenten, fruit, volkorenproducten en peulvruchten haalt, die worden zeker niet geschrapt. En die mogen eigenlijk ook niet geschrapt worden, omdat die toch heel veel voedingsstoffen bevatten die nodig zijn voor je lichaam. Ja, de volgende vraag is, is vasten gedurende de dag gezond? Ons lichaam vast 's nachts ook, neem ik aan. Dat is wel een moeilijke in de zin van dat er daar geen unaniem antwoord op is. Er is al redelijk wat onderzoek gedaan rond vasten. Maar natuurlijk, dat hangt natuurlijk ook wel heel hard af van wat je begrijpt onder vasten. En uw persoonlijke gezondheidstoestand maakt daar toch ook wel heel veel in uit. Nu, ik kan wel zeggen dat de onderzoeken zowel positieve als negatieve effecten hebben teruggevonden van vasten durende de dag. En dat de positieve effecten eigenlijk vooral waren bij personen die een 5-2-methode aanhielden, waarbij ze 2 dagen per week gingen gaan vasten. Maar ja, om eerlijk te zijn, het zijn allemaal redelijk kleinschalige onderzoeken. Ze zijn op korte termijn gedaan. En vaak ook op dieren. Dus ik denk dat we toch wel, als we daar echt wel een heel sterk en unaniem antwoord op willen geven, dat er toch wel redelijk wat meer onderzoek nodig is. Ik zal alleszins wel op de blog een aantal links sturen naar interessante onderzoeken. Dus ik zou zeggen, lees dan een keer, bekijk het een keer en bepaal dan voor jezelf. Valt er dan zelf een oordeel over. Waarom zuivelproducten vervangen door amandel, sojamelk, etc.? Waar halen we onze calcium van 900 milligram per dag dan? Nu, er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom mensen ervoor kiezen om zuivelproducten te laten liggen. Het kan enerzijds te maken hebben met dierenleed. Het kan ook te maken hebben met het feit dat ze gewoon intolerant zijn of allergisch zijn ervoor. Omdat ze het niet lusten enzovoort. Of dat koemelk en andere zuivelproducten gezond zijn of niet, daar is eigenlijk nog geen unaniem antwoord op. Er is terug ook heel veel onderzoek daar rond gedaan, maar ook met allemaal verschillende resultaten. Dus ik durf daar niet, ik zou niet durven aanraden aan iedereen om te stoppen met zuivelproducten of om juist wel heel veel te gaan eten. Ik denk dat dat echt wel iets is dat je zelf als persoon moet gaan bepalen. Dat je zelf moet gaan, een beetje op onderzoek moet gaan en een keer moet gaan voelen wat er werkt voor je lichaam of niet. Nu, wat betreft het calcium, je dagelijkse nodige calcium, dat kan je eigenlijk ook uit andere bronnen halen. Heel veel van die amandelen en havermelken enzovoort zijn ook versterkt met calcium. Maar je hebt calcium eigenlijk ook uit andere producten, zoals bepaalde groenten, peulvruchten enzovoort. Als je hier meer over wilt weten, heb ik 2 artikels op de blog gelinkt, dus dan kan je die eventueel ook nog lezen. Een calorie is een calorie, onafhankelijk of het chocolade of sla is. Technisch gezien, een calorie is een calorie. Niet waarom. Gaan we eigenlijk toch wel een onderscheid gaan maken in bepaalde producten. Dat is puur omdat voeding, dat is meer dan calorieën. Calorieën, dat is eigenlijk de energie dat het u geeft. Maar dat zijn eigenlijk ook veel voedingsstoffen die belangrijk zijn. En als we dan gaan kijken tussen sla en chocolade, dan ga je toch wel veel meer uit sla halen dan uit de chocolade. Maar inderdaad, een calorie is een calorie. Om te vermageren moet je in een caloriedeficit zitten, volgens mij waar.
Ja, dat klopt. Het is zo dat als we willen vermagen, dat we eigenlijk veel minder kilocalorieën moeten gaan innemen dat het ons lichaam nodig heeft. Op die manier gaan we eigenlijk ook onze reserves gaan aanspreken en gaan verbranden. Nu, om gezond te vermageren, spreken we vaak eigenlijk over een deficit van 500 kilocalorieën per dag, waardoor je tussen een halve kilo en een kilo per week zou gaan vermageren. Gewicht op de weegschaal en BMI, rekening mee houden of moeten we daar niet op focussen? Ik zou zeggen, zeker niet op focussen. Nu, waarom? Omdat je gewicht eigenlijk heel hard kan gaan schommelen afhankelijk van je lichaamssamenstelling. Hetzelfde ook met je BMI. Het zou kunnen dat je iemand hebt met een veel te hoge BMI, maar als je die persoon ziet dat die kei fit is, dat die eigenlijk ook gewoon misschien wat zwaarder is omwille van meer botmassa en meer spiermassa. Nu, in alle eerlijkheid, zijn we wel heel gevoelig allemaal aan ons gewicht. Dat zit er zodanig in dat we dat cijfertje op de weegschaal kei belangrijk vinden. Dus het is echt wel, ook wel, ik snap het wel dat je zoiets hebt van, moet ik daar nu op focussen of niet? We hebben er al die jaren op moeten focussen en nu ineens begint iedereen te zeggen van, laat dat links liggen. Ik zou zeggen, laat het inderdaad links liggen en probeer eigenlijk andere maatstaven te hebben voor je gewichtsverlies. Of voor je gezondheid gewoon in het algemeen. Kijk naar hoe dat je voelt, hoe fit dat je voelt. Kijk naar je kleren, hoe dat die zitten. En ja, als je resultaat hebt, gaat het sowieso wel voelen en het hoeft niet altijd op een weegschaal te zijn. Wat ik bijvoorbeeld wel heel belangrijk vind, dat is de lichaamssamenstelling. En daar zou je dus eigenlijk wel best nog naar kunnen kijken. Je kan dat doen samen met een diëtist of met een sportcoach. Die hebben ook vaak de tools daarvoor om dat met je te bekijken. En dat is wel veel belangrijker dan enkel eigenlijk je gewicht of je BMI. Of dat je echt dikker wordt van na een bepaald uur te eten. Vooral s'avonds, dat is een haakje dan. Op zich, het uur waarop dat je iets eet, dat maakt eigenlijk echt niet uit. Je gaat eigenlijk alleen maar gaan verdikken als je meer calorieën eet dan dat je verbrandt en dat je nodig hebt. En het uur, dat maakt het niet uit. Maar wat maakt er wel uit, is wat dat je eet. En heel vaak wat we wel zien, is dat we s'avonds dan voor de tv zitten en ons een beetje vervelen. En dan denken we van, oh, ik heb wel zin in nog een snack. En dan grijpen we naar chips, naar snoep, naar chocola, naar koekjes. Naar al wat gemakkelijk is en ja, lekker kraakt en ons wat bezighoudt s'avonds. En het zijn eigenlijk die dingen die er wel voor kunnen zorgen dat je bijkomt. Omdat dat eigenlijk gewoon veel te calorierijke snacks zijn. En het is ook wel zo dat we s'avonds veel minder nog gaan bewegen en ook dus veel minder gaan verbranden, waardoor je dan misschien wel kan aankomen daardoor. Maar als je eigenlijk een heel gebalanceerd voedingspatroon hebt en eigenlijk puur aan je behoeftes voldoet, dan is er natuurlijk altijd wel plaats om s'avonds nog zo een van die snacks te eten. Of je kan ook gewoon kiezen voor een veel gezondere snack, zoals fruit, yoghurt, nootjes enzovoort. Stevia, is het 100% veilig? Ja, stevia is 100% veilig. Het European Food Safety Authority, ik denk dat ik het in de juiste volgorde zeg, sorry, het is een lange, heeft daar eigenlijk ook onderzoek naar gedaan al voordat ze stevia hebben toegelaten in Europa en België. En het is zo dat stevia er eigenlijk wel ook volledig goed is doorgekomen. Ze hebben op basis daarvan eigenlijk ook een dagelijkse aanbevolen hoeveelheid opgesteld. Dus het is belangrijk dat je daar wel aan houdt. En natuurlijk is het eigenlijk gewoon zo, zoals bij alles, bij alle voedingsmiddelen, ja, mate is belangrijk, want overmaat schaadt. De volgende vraag, dat zijn eigenlijk twee vragen die zijn eigenlijk meerdere keren voorgekomen. En dat ging eigenlijk over de shakes om te vermageren. Nu, ja, ik vind dat altijd een beetje een moeilijke. In de zin van, ja, ik vind dat heel persoonlijk, persoonsgebonden. En de mening die ik nu ga meegeven, is natuurlijk mijn mening daarover. Maar ik wil dat er eigenlijk ook heel veel food professionals zijn die daar wel mee werken en die wel heel hard daarin geloven. Maar ik denk dat het echt wel afhangt van uw visie rond voeding. Nu, een aantal redenen waarom ik minder fan ben van die proteïneshakes om te vermageren, is omdat ze, ja, ze zijn chemisch, ja. Het is eigenlijk echt gewoon iets synthetisch. Daarnaast zijn ze ook echt super duur. En het neemt ook een beetje het sociale aspect van voeding weg. Ja. Het is meestal een shake. Je hebt wel ook heel veel systemen waarbij dat ze wel redelijk wat nieuwe receptjes hebben om het toch op een andere manier te gaan eten dan enkel een shake. Hè. Wafeltjes kunnen ermee maken vaak. Pannenkoekjes, mugcakes enzovoort. Maar ik denk dat het echt wel heel persoonsgebonden is of je daarvoor bent of niet. Je hebt er sowieso wel resultaat mee. Maar mijn vraag is dan van, oké, ligt je resultaat dan aan die shake?
Of ligt dat dan gewoon aan het feit dat je in één keer heel bewust wordt over voeding en heel hard gaat gaan opletten op wat je eet en heel gezond gaat gaan eten en meer gaat gaan sporten en bewegen? Of ligt daar dan die shake? En ik denk dat heel vaak wel kunnen zeggen dat die shake daar eigenlijk totaal niets mee te maken heeft. Zo'n shake heeft meestal ongeveer een proteïnegehalte van 20 gram per serving. En ja, je kunt dat eigenlijk ook gewoon uit je voeding halen. Dus ik zou zeggen, als je veel dingen lust en als je graag gevarieerd eet, dan heb je zeker zo van die vermageringsshakes niet nodig. Maar als je dat toch heel graag wilt doen, laat je daar alsjeblieft wel in begeleiden en doe dat zeker niet op eigen houtje. Je mag maar zoveel bananen / eieren eten per dag. Ik snap wel waar dat komt. Vooral de beiden afzonderlijk eigenlijk gezien zijn toch wel producten die heel veel, producten, voedingsmiddelen, die heel veel in de aandacht komen en vaak ook negatief. Volledig onterecht naar mijn mening. Hè. Bananen zijn zogezegd de dikmakers en eieren bevatten te veel cholesterol en zijn dus slecht voor je hart. Niets is minder waard. Ik denk dat die dingen allemaal toch wel achterhaald zijn. En als iemand redelijk veel kennis heeft over voeding, dat die dat u ook zeker gaat meegeven. Je mag er maar een aantal eten per dag. Het is te zien. Het is te zien natuurlijk naar je eigen voedingspatroon. In de zin van, als je iemand zegt die heel gevarieerd eet, dan kan dat zeker geen kwaad om meer dan één banaan te eten. Ik heb er gisteren ook 2 gegeten. Ja. Ik heb er eigenlijk totaal niet bij stilgestaan dat ik er 2 had gegeten, maar ik had daarnaast ook een halve appel gegeten, druifjes gegeten en een pruim. Dus in principe, als je eigenlijk echt wel gaat gaan variëren in je dingen en je hebt zin om 2 bananen te eten of zelfs 3 bananen, dan maakt dat eigenlijk totaal niet uit. Zolang dat je niet eigenlijk heel eenzijdig gaat gaan eten. Hetzelfde geldt eigenlijk ook met de eieren. Probeer ze eigenlijk ook op verschillende manieren klaar te maken. En dan kan dat zeker geen kwaad. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om echt wel te gaan kijken naar je eigen situatie, naar je eigen lichaam. En echt wel gewoon ook aandacht te hebben van bepaalde kwaaltjes die je eventueel zou hebben. Niet per se dat aan eieren of aan bananen ligt, maar eigenlijk naar alle voeding toe. Dat je gewoon echt een beetje voor je eigen begint uit te maken van, ja, ik eet zoveel bananen of zoveel eieren en ik heb er geen last van en ik heb geen medische kwaaltjes en ik heb geen slechte bloedresultaten. Ja, dan is dat niet erg. Kunnen we dat naar het grote publiek doortrekken? Nee, dat zeker niet. En het is daarom dat we er toch wel ook wel richtlijnen bestaan rond zowel de consumptie van fruit en eieren. Maar die zijn ook echt wel bedoeld naar grote publiek en dan kan je eigenlijk die nemen als richtlijn en je mag daar ook van afwijken. Koolhydraten zijn dikmakers. Nee! koolhydraten, dat is echt wel iets, ik vind dat zo jammer, want dat is zo voedzaam voor je lichaam, dat is zo lekker. Dat is echt, dat heeft zo'n slechte reputatie en onterecht. Nu natuurlijk koolhydraten, opnieuw, ik heb daar al eens een video over gemaakt, dus je kan die eventueel ook gaan bekijken als je er wat meer over wilt weten. Maar koolhydraten kan je gaan indelen in 2 grote groepen, namelijk de snelle koolhydraten en de trage koolhydraten. En ja, de snelle koolhydraten, dat zijn vaak wel dikmakers, maar de trage koolhydraten absoluut niet. Dus die mogen eigenlijk niet geschrapt worden uit je voeding. Volgens mijn zus is bruin brood ongezond. Oké. Ik vind dat een beetje een moeilijke om te ontcijferen. Ik weet niet 100% wat ze bedoelt met ongezond, waarom dat ze vindt dat bruin brood ongezond is. Maar het eerste dat bij mij opkomt, dat zijn de gluten. Het is toch wel iets dat heel populair was de laatste jaren. Het is nu wat aan het minderen, gelukkig. Het is zo wat overgewaaid van het mooie California. Waarbij dat ze in één keer allemaal zijn beginnen zeggen dat gluten kei slecht zijn, dat niemand dat mag eten, dat je dat moet weglaten. Dat dat voor superveel ziektes zorgt enzovoort. Maar eerlijk, ja, dat is eigenlijk niet waar. De enige personen die gluten wel moeten laten liggen, dat zijn mensen die ook glutenintolerant zijn en die celiakie hebben. 30% sporten, 70% ligt aan het eten. Ja, dat is waar. Heel vaak hanteren we vooral de 20-80-regel. Dus dat wil zeggen 20% sport, waarbij je eigenlijk een combinatie hebt van cardio en krachttraining. En 80% voeding. En eigenlijk zou dat de ideale combinatie zijn voor een gezonde levensstijl. Het is niet gezond groenten, vlees en aardappelen samen te eten. Nee, dat klopt niet. Je hebt heel veel mensen die voedingsstijl eigenlijk gaan promoten. Dat is eigenlijk gebaseerd op een combinatiedieet, waarbij dat je bijvoorbeeld geen aardappelen met vlees gaat eten, dus geen koolhydraten met eiwitten, maar wel zetmelen met dit en...
eigenlijk allemaal verschillende combinaties. Het idee erachter is dat zogezegd ons lichaam er niet voor gemaakt is om verschillende dingen tegelijkertijd te gaan verteren. En dat is echt niet waar. Je kunt ons lichaam echt wel zien als een hoogtechnologisch iets. Ja, vanaf dat je eigenlijk iets eet, vanaf dat eigenlijk in je mond komt, dan begint die vertering. Dan gaan er eigenlijk al signalen door, overal in je lichaam, waardoor dat eigenlijk, ja, ik ging zeggen iedereen, maar nee, alles moeilijker, van binnenin weet van, oké, we zijn dit aan het eten, dus ik heb dit enzym nodig en dit enzym, en dat gaat, alles wordt verteerd. Dus nee, een combinatiedieet, en dat is eigenlijk gewoon iets trendy dat je heel veel op YouTube en Instagram ziet, maar dat is zeker niet wetenschappelijk onderbouwd. Of alles is toch niet door een aanzienlijk onderzoek dat we als richtlijn kunnen nemen. Elke dag eerst een glas water drinken, zodra je opstaat, helpt bij vermageren. Ja en nee. Nu ja, een heel verwarrend antwoord, ik ben er mij wel bewust van. Nu, langs de ene kant, ik snap van waar het dat komt. Dat komt eigenlijk gewoon van het feit van, oké, als je water drinkt voor je maaltijden, dan ga je minder eten. Maar dat vind ik zoiets jammer. Waarom zou je minder moeten gaan eten? Eet gewoon beter. Kies gewoon voor betere dingen, dan moet je niet minder gaan eten. Langs de andere kant gaat dat eigenlijk bij heel veel personen ook zorgen voor een minder goede vertering. En zien dat water eigenlijk ons maagsap gaat gaan verdunnen, waardoor dat je vertering wat minder gemakkelijk kan gaan en dan heb je zo'n zwaar gevoel in je maag en heb je misschien zo wat last. En eerlijk, dat is toch echt niet waard om zo heel de tijd lastig te lopen. Dus ik zou zeggen, eet beter en niet minder en dat is echt wel het beste om te vermaken. Verbreek citroensap de vetten in uw eten? Nee. Het enige dat vetten eigenlijk in ons eten afbreekt, dat is het enzym lipase en dat vinden we niet terug in citroensap. Is curcuma een immuniteitsbooster? Ja, ik heb daar eigenlijk geen specifiek onderzoek over kunnen vinden dat aantoont dat curcuma een immuniteitsbooster is. Ik weet wel dat eigenlijk verschillende specerijen zoals curcuma, maar ook gember, fenugreek enzovoort positieve effecten kunnen hebben op ons lichaam. Dat zijn eigenlijk vooral dingen vanuit de ortomoleculaire geneeskunde en de alternatieve geneeskunde. Dus het is zeker niet iets dat we naar het grote publiek kunnen gaan doortrekken. En het is ook wel belangrijk om te weten dat dergelijke specerijen enkel ook werken als je eigenlijk al een gezonde levensstijl hebt. Dus het kan een mooie aanvulling zijn op je gezonde levensstijl, maar het kan het zeker niet gaan vervangen. Daarnaast nog misschien een tip rond curcuma. Curcuma moet je wel gaan activeren door er ook een klein beetje zwarte peper aan toe te voegen, want enkel op die manier kan het beter opgenomen worden door het lichaam. En voilà, dit waren alle vragen. Ik vond het super interessant om te doen. Ik vond het super tof om te doen. Ik heb overal wel maar beknopt geantwoord. Er is zoveel meer dat we erover kunnen vertellen. Maar dat is natuurlijk voor... elke vraag zou eigenlijk een eigen video moeten hebben daarvoor. Of een eigen blogpost daarover. Ik zou er heel graag nog willen bij zeggen dat alle info dat ik deel echt wel als algemene info is bedoeld, puur educatief is bedoeld en dat zeker niet een recommendation is naar u toe. Het is belangrijk om uw individuele situatie goed te gaan bekijken en u te laten begeleiden door een diëtist als je echt grote veranderingen wil gaan aanbrengen in uw voedingspatroon. En ik wou dat er wel nog heel graag bij zeggen. Ik zou zeggen, volg mij voor meer video's rond voeding en gezondheid en dan zie ik jullie heel graag in de volgende video. Doei!